Elke dag lijden duizenden mensen over de hele wereld aan ziekten. Daarom heeft het Duve Instituut sinds 1974 een duidelijke missie bepaald. Beter begrijpen om beter te kunnen genezen. Opgericht door de Nobelprijswinnaar voor de geneeskunde Christian de Duve, brengt ons instituut, gevestigd te Brussel, 280 mensen uit 40 landen samen die verspreid zijn over 30 laboratoria. Kanker en immuniteit tegen kanker. Diabetes, virale en bacteriële infecties, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson, vasculaire malformaties, zeldzame metabole ziekte en vele andere onderzoeksgebieden worden hier bestudeerd met als enig doel het fundamenteel onderzoek te bevorderen. De huidige geneeskunde is vergelijkbaar met een gigantische ijsberg waarvan het fundamenteel onderzoek het onderwatergedeelte uitmaakt. Wanneer onze onderzoekers hun ontdekkingen belangeloos publiceren, biedt dit het klinisch onderzoek de mogelijkheid om op zijn beurt een medische behandeling te ontwikkelen. Maar al te vaak vergeten we het fundamenteel onderzoek en de onderzoekers die in de schaduw werken te waarderen en te bedanken. Om ons werk verder te kunnen zetten, hebben we fondsen nodig. Uw hulp is daarbij essentieel en helpt ons om ziekten beter te begrijpen, om ze beter te genezen. Steun daarmee het fundamenteel onderzoek om de geneeskunde van morgen te verbeteren. Dank u.